Met het afleggen van de eed in handen van president Desiree Bouterse is Albert Aboikoni gisteren op het presidentieel paleis beëdigd tot de nieuwe Gramang of groot opperhoofd der Saramakaners. De beëdiging van Aboikoni is voorafgegaan door een culturele ceremonie geleid door Doemang Ramon Maknak. Nadat de Gramang de eed had afgelegd, is hij officieel geïnstalleerd door onder meer minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling, die hem ook de beschikking overhandigde. President Bouterse gaf aan dat hiermee een nieuw tijdperk wordt ingeluid. Waarbij we alle partijen die meenden ook recht te hebben op het Gramangschap, samen en onder leiding van de Gramang te werken aan de weghalen van de achterstand van de afgelopen 4 jaren van het volk der Saramakaners. We vragen om gezamenlijk, hoe moeilijk het ook zal zijn, hoe intensief het ook zal zijn, om het pad van vrede, pad van verzoening, pad van omarming, gezamenlijk af te leggen. President Bouterse zei verder ook te willen praten met de Gramangs die de Witfutu-ceremonie ook zijn ondergaan. Tamara, nangrefgaro, mogwaku balekfotali. Mijn vader gezondheid ben en bewaar tang. Want bij een karde kon, voor zorgen dat de verantwoordu, voor attentie kon. En dat verantwoordu voor Agraman, onder leiding voor Agraman, maar verantwoordu voor Allah. Dat alle de taku san san taki, alle taku praxeri, meka wai, meku sap tak na wa nieuw periode, wa nieuw begin, wa nieuw horizon opo, ji asal makal solek. In zijn dankwoord riep Aboikoni op, de verschillen die er zijn in de culturen als een uitdaging te beschouwen, deze te onderzoeken en begrijpen, waardoor we kunnen stellen dat Suriname een natie is. Ik denk dat ik van hieruit de andere groepen alvast wil uitnodigen om samen te komen, dat we het samen kunnen doen. Ik wil hierbij ook mij verontschuldigen, aan hun vergeving vragen. We hebben harde woorden naar elkaar geslingerd. Zoals we allemaal weten, woorden doen meer pijn dan een kofu. Uit het diepste van mijn hart wil ik bij deze de president, de minister vragen om ons bij te staan bij onze poging om de vrede wat we vroeger in het Saamaka-gebied hadden terug te brengen. Gramang Albert Aboikoni die de andere groepen oproept de gelederen te sluiten. Aboikoni is gisteren door president Bouterse beëdigd als de nieuwe Gramang of groot opperhoofd der Saramakaners.